Waar we nu eigenlijk in staan is de vernieuwde Sint-Pieterskerk, na 30 jaar volledig gerestaureerd. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het kunstpatrimonium in de kerk en de kerk zelf op een nieuwe, vernieuwende en innovatieve manier te gaan ontsluiten. En we hebben daarvoor eigenlijk gekozen voor een vorm van digitale bemiddeling, om de mensen eigenlijk onder te dompelen in die kunstwerken en de Sint-Pieterskerk zelf. Ik wandel hier regelmatig rond in de Sint-Pieterskerk. Maar met die HoloLens was het toch een heel andere beleving. De HoloLens is een computer die je als bril gaat dragen. En die maakt gebruik van mixed reality. Mixed reality laat eigenlijk toe om 3D-objecten en animaties in de wereld rondom jou te gaan projecteren. Zodanig dat ze eigenlijk een deel worden van jouw realiteit. Het is eigenlijk de eerste keer dat de HoloLens 2 in een culturele omgeving wordt gebruikt. We zijn heel blij dat we dit als eerste mogen doen. Het is gebruiksvriendelijk, het is heel fijn. Je duikt eigenlijk echt in het kunstwerk. Het was een unieke belevenis, het was heel plezant. Het was precies alsof je echt in het kunstwerk stapte. Sinds kort is de HoloLens 2 beschikbaar in België. En met de HoloLens laten we eigenlijk de bezoekers van het museum toe om eigenlijk een nog rijkere ervaring te krijgen, om eigenlijk de kunstwerken nog dieper te kunnen ervaren en beleven. Om zo'n verhaal te vertellen over Dirk Bouts, die onze posterboy is, maar ook over de geschiedenis van de stad Leuven, de regio. Ja, een van de absolute toppers die wij hier ontsluiten in de Sint-Pieterskerk is het laatste avondmaal. Al bijna 600 jaar op de plek waarvoor het is gemaakt. En het is heel fijn dat we via die HoloLens de mensen eigenlijk bijna kunnen laten stappen in het schilderij. Je kan dus echt van heel dichtbij alle figuren zien. Mensen kunnen in het schilderij stappen, bijna mee aan tafel zitten en zo eigenlijk de geheimen, de details, ook de bijzondere perspectiefwerking van Dirk Bouts aan den lijve gaan ondervinden. Ik vond het een heel coole ervaring. Ik had nog nooit iets met hologrammen gedaan, dus het was wel fijn om dat nu dan in zo'n mooie omgeving te kunnen doen. Bij bepaalde verhalen krijg je ook echt een idee van de stad, de middeleeuwse stad Leuven, bijvoorbeeld het verhaal van Vier Marguerite. We zitten hier in een kerk, we zitten in een gebouw dat je niet zo gemakkelijk kan volkleven met labels en met plakkaatjes. Dat maakt eigenlijk een beetje het gebouw kapot, je ervaring van het gebouw. En met de HoloLens heb je gewoon je bemiddeling op je hoofd. Je loopt rond en je hebt alles bij de hand. Je moet dat ook doen, dat was keileuk. Dat is een keileuke bril. Dat is een heel leuke ervaring. Niet veel mensen hebben dat uitgeprobeerd. Ik zou het zeker aan iedereen aanraden, want het is echt een toffe manier om de kerk te ontdekken en om eigenlijk dieper in de kunstwerken te duiken met die hologrammen. Ja, dit project is een aantal jaren geleden opgestart en we zijn heel blij dat we dankzij de steun van een aantal partners dit hebben kunnen realiseren. De stad Leuven, de provincie, toerisme in Vlaanderen ook. Maar uiteraard zijn we heel blij dat we dankzij Microsoft ook deze HoloLens 2 als eerste in een kerk kunnen laten zien. Thank you.